Action, ja, we zijn hier weer bij de Betonjestampers, 18 jaar. Maar toch dat we persoonlijk terug moesten komen. Dat is laat begonnen, een week 4 bezig. Ja, zo lang bezig blijven, dat hoeft niet altijd. En wij mannen dit jaar ook eens politiek gezind aan de gang te gaan, want je kunt wel laten horen en alles. Maar er is toch ook een leiding nodig in Nederland en in het Moesland. En daarom komen wij nu met een eigen politieke partij. En ja, je ziet toch wel dat die belangen die wij behartigen, die zijn maar dat zullen we wel in de Moeskrant gelezen hebben ondertussen. Kijk, dan hebben wij hier achter op de wagen, dat is onze politieke leider. En die regelt het allemaal een beetje, die wij malen wij niet mee. Ja, dan kan er eigenlijk weinig meer verkeerd gaan als je dat doet. En die waar hier voor opste, die zien het allemaal niet zo nauw. Die draaien maar een beetje in de rondte en die gaan overal een beetje kijken. En zo ja, beschrijven wij het eigenlijk een beetje. En voor de rest staat het mooiste staat door, achter. Dat groeit geel ding, dat is netjes afgewerkt, dat zie je wel. Mooi strak in de lak. En dat beweegt ook heel apart. Zijn dat niet het waar ik heb door? Dat je niet te laten zitten fietsen. Nee, ja, anders zijn ze niet zo vuil hier. Waar ik heb vannacht ook weer eens gedroomd. Nou, ik had gedroomd dat ik iets gedronken had wat ik nog lekkerder vond als bier. En toen werd ik van mij wakker en toen wist ik niet meer wat waar. En daar ben ik wel een beetje pissig over, mag ik wel zeggen. Ja. Nou, oplossing kunnen sturen naar de Betonjestampers. Dat is een prijsvraag gesteld. De eerste prijs die maken wij duidelijk smergens op de Roodplein bekend. Een pretje pitpils is het toch? Dat zeggen wij niet, dat een kratje pitpils is. Dat hoeven we niet te weten, dat kratje pitpils. Nee, dat zeggen wij niet. Ik denk, dat zeggen we wel. Nee, wij zeggen niet waar deze prijs is. Nee, dat doen het is wij. Geen auto, dat kunnen we... Nee. Ah ja, hierboven hebben wij nog een ongekend talent staan. Dat is ons Monique. Maar wacht, weg. Wat ben je aan het doen, Monique? Ze is aan het verven. Een bord geel aan het verven. Een bord geel aan het verven? Ik dacht dat we een blauw zouden maken. De dames hebben besloten om het toch nog geel te doen. Kijk, dat is het grote voordeel van onze club. De dames hebben een eigen mening. Is dat bij jullie? Bij ons wel, ja. Bij jullie niet dan? Ja, inspraak wel.
Ja, dat hebben ze bij ons niet. Bij ons hebben ze alleen een eigen mening. Oh ja. Ja, ik vind het wel geit. Ja, wij is onze supersnabbel. Nee, ik snabbel niet. Ik mag hier alleen maar werken. Echt? Ik mag hier alleen maar werken. Ja. Anders niks. Anders niks? Nee. Is dat werk dan? Ja, ze zeggen van wel. Ja, ik ben wel flink bezig, maar dat is maar gezegd van... Ja, kijk, ja. Ik vind mijn pak hier. Ik smeer het toch gelijk door elkaar, want ze kijkt aan mijn hersenen. Normaal iemand die maakt dat mooi blauw of zo, maar nee, hier niks. Alles. Een beetje verwouden. Oh, ja, niet voor zeggen, want dan word ik zenuwachtig. Hè. Ja, ik denk dat wij het zonder aan het gezien hebben hier, jongens. Voor de rest zou ik zeggen, tot moestmanig, dan pakken we alles uit. Ja. Draagst er nog een kapje, maar die is toch niet... Laat hem maar los! Dat klopt, ik heb mijn hoofd! Is het goed? Doe die als een wagen liggen! Doe die als een wagen! Doe het niet! Ik moet niks kijken! Gooi het maar! Gooi het
Ja, ja. Oh, yeah.
zeg nog eens, ik hoop dat jullie de volgende jaar en de vijfde keer gewoon weer bij bent. Voor de prijs, voor de lekker in huis en de weg. Eén ding moet nog even raad gezet worden. Hoe straks is, hoe zo ken ik is. Wij weten natuurlijk allemaal, bouwadressen in het Koesland, daar valt niet altijd mee. En deze mensen, de betonvisstappers, die zijn verhuisd van het een naar het andere adres. Niet omdat ze toen niet welkom waren, gewoon omdat ze door de